ja, we hebben zoveel met elkaar meegemaakt. En we hebben wel eens voor de grap tegen elkaar gezegd, oh jongens, eigenlijk zouden we een boek moeten schrijven. Ja, ja, ja. Maar goed, dat doe je toch ook niet zo snel. En toen kwam Laura op een gegeven moment met het idee van, jongens, volgens mij moeten we een podcast gaan maken. Ja, over de top. Ja, we zijn allemaal wat ouder, dus zijn we over onze top heen. We zijn lekker over de top, want ja, af en toe als we met elkaar zijn, dan ja. Ja, en het gaat ook over topsport, dus het is ook driedelig, zeg maar, ook over, ja, weet je, hoe hebben wij de topsport ervaren. Dus het is eigenlijk een beetje, je kan het op allerlei manieren interpreteren, ja. We hebben al één keer in de twee weken een opname en meestal in de tweede week ergens, begin van de week, hebben we het een beetje over, goh, wat is een leuk onderwerp, waar willen we het gaan over hebben. Dus het is een beetje van wat er speelt en wat wij belangrijk vinden of leuk vinden om te bespreken. Of waar veel vragen over komen. Er zijn natuurlijk veel luisteraars in. Die zeggen ook wel eens van, goh, weet je, wat vinden jullie hiervan? En dan denken we, oh ja, dat is misschien ook wel een goed onderwerp om het over te hebben. Dus het is een beetje een combinatie van. En dan zetten we een soort van draaiboekje op. En dan bedenken we stellingen wat daar een beetje bij past. En dan gaan we een beetje kijken hoe iedereen daarin staat, wat we erover willen vertellen. En dan gaan we opnemen. We werken samen met iemand die de podcast ook maakt, FC Afkikken. En zij zetten een soort van studio op. En daar kunnen we met z'n allen inloggen. Dus iedereen heeft eigenlijk alleen internet nodig. En we hebben vanuit FC Afkikken zeg maar materiaal. Dus een echte podcast microfoon. En is Maret heel trots op. En een cameraatje. Ja, dus, en daar gaan we eigenlijk, daar loggen we mee in. En dan gaan we eigenlijk gewoon kletsen. En meestal zijn we al 20 minuten echt één grote onzin show aan het vertellen. Dan denk ik wel, jongens, ja, we moeten nog gaan opnemen. Dus het is ook wel echt heel leuk, want als je allemaal in het buitenland zit, dan is het af en toe wel lastig om zeg maar echt met elkaar in contact te blijven. Je houdt wel contact, maar ja, we hebben nu wel echt heel veel contact met elkaar en je hoort wel nog veel meer. Dus het is wel ook echt heel leuk gewoon voor ons als groep vriendinnen die elkaar twee keer, zeg maar één keer in de twee weken spreekt. Ja, ik vind het tot dusver heel erg leuk en ik heb het heel erg naar mijn zin. En ik denk dat we allemaal wel heel trots zijn op dat wat we neerzetten en op de podcast op zich. Dus, en natuurlijk dus altijd ruimte voor verbetering. Maar ik denk dat we best wel trots en tevreden mogen zijn tot nu toe, ja.